En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben onderweg naar Rouen. Het is maandag. Ik zie er misschien niet zo heel erg best uit. Ik klink misschien ook iets anders. Dat klopt. Ik ben goed verkouden, zeg maar. Ik zit allemaal dicht en ik loop te snotteren. Ik ben niet helemaal fit. Dus daar kan een klein beetje verschil in zitten voor jullie. Maar goed, ik ben wel aan het werk. Ik wil gewoon wel blijven werken. Thuis zitten, daar heb ik niks aan. Daar word ik alleen maar zieker van, denk ik. En ik wil gewoon lekker bezig zijn, weet je. Dus dan is het maar even een paar dagen zo. Jammer. Even bij helpen, prima. Ik heb vanmorgen al een klant gelost. Dan was ik eigenlijk al dik een uur te laat. Omdat we ook nog te maken hebben met stakende boeren hier in Frankrijk. Waar ik overigens best begrip voor heb. Alleen ja, soms zie je beelden voorbij komen. Ik denk, jongens, gaat dat nou niet een beetje te ver? Maar goed, daar kan ik me eigenlijk niet mee bemoeien natuurlijk. Maar ik kan wel mijn mening geven. Gisteren ook was ik thuis. En dan wordt er gezegd van, heb je geen koorts? Nou, dat doe ik even zo. Nee. Ja, dat moet je niet zo doen, dan moet je met je pols doen. Nou, toen deed ze dat dus bij mij. Ja, ze zegt, je bent wel warm. Maar ja, ik ben ook een warmbloedig mens. Dus het gaat gewoon zoals het gaat. Ik neem jullie gewoon mee. En kijk, als ik 44 graden koorts heb, dan wordt het tijd om de brandweer te bellen, denk ik. Maar voor zover ik gewoon mijn werk kan doen, vind ik het best. Dus het eerste adres waar we nu naartoe gaan is een grote autofabrikant. Daar kan ik, denk ik, weinig filmen. Maar ik ga het toch proberen, want de laatste vlogs is het eigenlijk allemaal al moeilijk geweest om wat te filmen. En dat vind ik eigenlijk best jammer. Dus ik probeer wel een beetje te smokkelen. Dus veel plezier met kijken! We zijn allemaal nogal wat binnendoor aan het rijden. Dat heeft ermee te maken dat de A13 van Parijs naar Rouen dicht is door boze boertjes. Dus dat wil zeggen dat ik iets meer binnendoor moet rijden. Dat is dan op zich niet zo erg. Alleen, heb ik een probleem. Ze zijn hier bezig met een brugrenovatie waar je dan ineens niet overheen mag met een vrachtwagen. Want dat is grappig. Dan moet ik nog een beetje verder door, denk ik. 3,5 meter hoog, ja, dat past ook niet. En nu? Nou, ik moet dus naar Cléon. Dat ligt een eindje onder Rouen. We moeten het even anders doen. Ik kan daar tot 3:30 terecht volgens mij, als ik het goed gezien heb. Ja, we zouden er nu tussen 3:15 en
tien voor drie zijn. Dus laten we hopen dat dat nog goed komt. Nou, uiteindelijk een klein stukje verder binnen doorgereden en ja, hier zou de weg weer vrij moeten zijn. Dus we zitten ja, een 30 kilometer denk ik voor Rouen. Zoiets denk ik. We moeten net voor Rouen aan de onderkant moeten zijn, dus ja, ik hoop dat het zo blijft. De andere kant is nog afgesloten, zie ik. Die auto's die worden dan nog afgehaald en achter mij komt ook niks aan. Dus ik denk ja, dat we er dan nu voor uitrijden. Voor de blokkade en of langzaam rijdende tractors. Dus nou prima, dan kunnen wij weer even door. Nou, dat viel nog niks tegen. Ik heb mij even aangemeld en een bakje koffie gehaald. Ben hier nou toch? En zo. Maar we kunnen gelijk naar binnen, we kunnen gelijk naar het magazijn. Dus nou ja, jullie zagen dat ik tussen een paar auto's in ging staan. Ja, dat is gewoon de parking hier. Dus ik ga even achteruit. En dan, zonder heel veel schade te maken, probeer ik vooruit te komen. Wat een ellende, kom maar bij die fabrieken altijd. Maar dat geeft niet. Even kijken hoor, want ik ben hier al een paar keer geweest, maar die fabrieken die zijn natuurlijk best groot en zijn overal verschillend. Ik doe even mijn gordel aan. Maar dan wel op het fabrieksterrein waar je niet hard mag, maar dat gejengelde de hele tijd aan mijn kop voor dat stukje. Maar ja, hoe heet het? Ja, ik denk dat ik wel weet waar ik moet zijn. Kom, het begint me weer iets te dagen. Want dadelijk op de hoek van een pand, dan moet je je melden en dan achteruit het dokken. Ja. Dat gaat goed komen. Ja, zoals gezegd denk ik niet dat ik heel veel kan filmen. Maar ja, ik ga toch even mijn best doen. Ja, hier moet ik zijn, maar ik moet er even omheen rijden, want je mag er niet in. Dat is weer veranderd dus. Ja, die portier die had het al gezegd hoor, even om het pand heen rijden. Oké, doen we dat. Nou, het aanmelden is ook hier gelukt. Nou moet het alleen even gebeuren in de put. Oh jongens. Niet fijn zo werken, maar ja. Oh, dit is ook niet fijn. Beetje te strak.
zitten precies in de zon te kijken. Dat zijn eigenlijk altijd van die dingetjes. Een beetje jammer. Er komt net de zon over, over dat pand heen. Dat is precies in je gezicht. En een zonnetje is lekker. Ja. Maar ja. Het komt goed. Uiteindelijk. Dat heb jij niet keurig gedaan, chauffeurtje. Nou, ik ga het even achterkijken. Zo, en weer een tevreden klant. Ik ga er nu mee stoppen, denk ik. Want de volgende klant staat geen tijd bij. Maar ik geloof nooit dat die mij nog lost. En dat maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Want ik zit ook al aan 8 uur en 15 minuten rijtijd. En ik heb nog 20 minuten tot een half uur nodig naar een routier. Dan blijf ik onder de 9 en dan ga ik gewoon morgen verder. Ja, ik ben morgen toch leeg, weet je. Want ik heb in Rouen heb ik nou nog een klantje zitten. Er zijn 7 pelletjes of zo. En dan heb ik in Oudalle bij Le Havre de laatste. Dus dinsdag is het sowieso leeg. En dan zien we het wel. Wat er daarna weer komt. Zo, goedemorgen mensen. Het is woensdagmorgen, dinsdagmorgen, sorry. Ik heb, zoals jullie zagen, in Rouen gelost. En nu moeten we naar Le Havre om de laatste te lossen. Dus ik ben lekker op tijd naar bed gegaan gisteren. Ik heb even gegeten in het restaurant, maar ik heb even lekker gedoucht. En ik voel me iets prettiger als gisteren, dus laten we hopen dat dat zo blijft en vooral nog beter wordt. Mijn stem is nog niet helemaal wat het moet zijn, merk ik. Maar goed, dat komt er vanzelf aan. We gaan in ieder geval richting Le Havre.
ik ben op het goede adres. Ik ben bij de goede loods. Alleen, ik ben niet de enige. Dus je moet even geduld hebben. En dan kan ik hem er tegenaan zetten. Nou, dan wordt hij gelost dus. Best. En dan is het kar leeg. We moeten even afwachten wat ze in petto hebben. Ja, voorlopig even in de wachtstand. Nou, het is 10:45. En de twee pallets zijn eruit. Dus eigenlijk viel het allemaal mee. Ik heb niet zo heel lang hoeven te wachten. En nu moeten we... Ik heb mijn berichten al binnen. Opdrachten. Tussen 12 en 1 op bij twee klanten bij Amiens gaan laden. Ja, dat red ik nooit. Ja, volgens mij is dat ook niet zo heel erg belangrijk daar. Ik weet het niet precies. Ja, dat is... Wat was het nou joh? 185 kilometer rijden. Het is aan de bovenkant van Amiens ergens. Ik ben er al een keer eerder geweest, maar een poosje geleden. Het zijn niet zulke moeilijke mensen, dacht ik. Nee, dat valt mee denk ik. Maar goed, we gaan die kant op. Zo, ik ben de enige niet hier zo volgens mij. Dan hoop ik niet dat ze allemaal op dezelfde plek moeten laden. Ja. Ik ga hem eens even melden. Nou, ik heb even een half uurtje moeten wachten. Wow, dat is op zich niet erg. Ik moest toch even... een pauze zien te maken ook, dus kom eigenlijk wel goed uit. Maar hier zeggen ze dus dat ik een afspraak had tussen 2 en 3. Nou, het is nu 2:15. Prima. Thank you.
Ja, die volgende klant waar ik moet zijn, dat is dezelfde eigenlijk, maar die zit 17 kilometer verderop, dus ja, dat valt mee. Dus laten we hem hier eerst maar even laden. Nou, inmiddels ben ik weer onderweg. Ik heb geladen en nu gaan we naar de andere, andere locatie van het bedrijf. En ik krijg ook nog een gedeelte. Nou, rest. Even gemeld en ik kan gelijk voor het dok. Nou, dat is ook helemaal top. Nou, inmiddels heb ik ook de papieren en dergelijke, dus ik kan weer vertrekken. Het zit erin. Ik heb nog wel ruimte, maar ja, ze hebben niet zoveel meer. Dus hij zegt, kom maar naar de zaak. Nou, dat wordt natuurlijk morgen. Het is nu 3:15. En het is bijna 5 uur rijden naar de zaak. Ik heb al bijna 5 uur. En... ja, dan krijg ik nog files en dergelijke, dus dat ga ik vandaag toch niet meer rijden, dat weet ik nou al. Maar goed, dan ben ik morgen op de zaak, dus... nou, misschien begin ik al met een nieuwe vlog. Maar voor nu, houd deze in ieder geval op. Ik wens jullie een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!